Ik kijk naar foto's, die verwerk ik dan weer tot schetsen en tekeningen. Het is een oude foto van de Kuipersbibliotheek in het Rijksmuseum. Een van de mooiste ruimtes in de hele wereld, vind ik. En in dit geval vind ik vooral het licht heel erg mooi wat van boven komt. En dat licht, dat is iets wat ik heel vaak gebruik in mijn werk. Ik begin met lijnen, met vlakken. En zometeen kan ik daar schaduw, donker en licht aan toevoegen. Het is wel mooi als je dan zorgt dat er heel veel spanning in die compositie zit. Dus dat je die lijnen ook echt naar bepaalde plekken toe laat gaan. Zoals hier lopen ze naar de hoekpunten toe en daarboven ook. Als er nou uiteindelijk helemaal niets van blijkt te kloppen, maakt het eigenlijk helemaal niet uit. Kijk naar Van Gogh bijvoorbeeld, daar klopt vaak eigenlijk helemaal niks van. Maar die doet het gewoon met zoveel kracht en zoveel overtuiging. Nou, daar gaat het eigenlijk om. Je moet niet twijfelen in wat je doet. Zodra je eigenlijk begint te tekenen in het Rijksmuseum, ga je anders kijken. Maar je gaat eigenlijk ook een beetje meetekenen met de grote meesters. Ja, kijken en begrijpen wat zij probeerden te doen. Ik schilder nu eigenlijk alleen nog met water en houtskool. Dus ik begin nu het donker en het licht aan te geven. Alle plekken waar het hoogste licht zit, laat ik het gewoon onaangeraakt. Ik probeer eigenlijk wel heel veel beweging in te krijgen in die statische ruimte. Dan probeer ik eigenlijk ook steeds meer je aandacht naar binnen toe te trekken. Begint het perspectief eigenlijk nog beter te werken. De wereld wordt gewoon ontzettend veel bijzonderder zodra je begint te tekenen. En het is ook wel heel te gek om te ontdekken dat je iets maakte wat dus in jou zat, wat je zelf helemaal niet wist. Maar ja, het allerbelangrijkste is natuurlijk ook gewoon dat het hartstikke leuk is om te tekenen.